Daily Minutes nummer 1506 met een uitzending van vandaag 24 december 2018. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag bij de data een testje waar je alleen met een Linux machine kunt meedoen. Dit is de meest snelle manier om documenten mee te versturen, in dit geval mp3's. Het gaat om de mode DRM die eigenlijk ontwikkeld is voor het overbrengen van geluid. Maar in dit geval gebruiken we hem voor data. Je hebt een redelijk nieuwe versie van het programma QSSTV nodig. Dat is dus alleen voor Linux, sudo, apt-get, install en dan QSSTV bij de Debian varianten. Er is met de uitzending vanavond zeker genoeg tijd om het programma QSSTV nog vooraf te installeren voordat de afbeeldingen komen. Klik eerst rechts op het tabblad DRM. Links moet het tabblad dan op receive staan, maar dat staat eigenlijk standaard wel. Zo goed als zeker hoef je verder niet in te stellen. Waarschijnlijk moet je wel op start drukken op het pijlknopje helemaal links. Ik begin met een klein plaatje, vervolgens is er 4 seconden pauze en dan doe ik hetzelfde plaatje nogmaals met veel grotere afmetingen. De parameters die ik gebruik is mode A, QAM64, PROT, HIGH, RS NON, bandwidth 2,5 kHz, interleave short, instances 0 en profile 1. Deze gegevens die staan ook in de tekst die ik net genoemd heb staan op pnlete.nl. Die zet ik erop zodra de uitzending begint. In de uitzending vandaag vooraf het satellietnet van PNL DLO van gisteren. Die had nogal veel interessants te melden. Dit is PNL DLO, Delta Lima Oscar. Om te beginnen even wat dingen over Oscar 85. Een alweer iets oudere Fox satelliet. En ja, daar zijn toch wat problemen mee. Ze hebben hem af en toe uit moeten zetten al een tijdje terug vanwege de batterijspanning en temperaturen enzovoort. Nu wilden ze hem weer in bedrijf gaan stellen, maar dat ging toch niet goed. Batterijspanning die zakt te veel in. Ja, nou vertrouwen ze het niet helemaal. Waarschijnlijk is de batterij toch iets te veel aan het slijten geweest als gevolg van lange perioden in het zonlicht en dus te hoge temperaturen. En dus willen ze nu wat voorzichtiger aandoen. Ze zetten hem nu voor het grootste gedeelte uit, ook de boordcomputer, zenders uit, om de batterij niet te zwaar te belasten en de temperaturen voldoende te laten zakken. Af en toe wordt hij wel eens een keer een omloop of zo ingeschakeld om telemetrie te verzamelen. En daarom wordt iedereen ook gevraagd om toch te blijven proberen telemetrie op te pikken en door te geven. Maar voorlopig willen ze hem even rustig houden en niet te zwaar belasten. En dan hopen ze dat hij over een tijdje weer ingeschakeld kan worden als hij weer volop in de zon zit. En dat gaat gebeuren ergens vanaf 24 januari. Dan komt hij weer een tijdje de hele omloop in de zon. En dan kunnen ze hem wat langer laten werken. Maar voorlopig even voorzichtig aan dus. We hebben onlangs dus een paar lanceringen gehad. Eentje uit India met 31 satellieten. Eentje uit Amerika met 64 satellieten en vorige zondag nog eens eentje met 13 satellieten vanuit Nieuw-Zeeland. Nou, het is een heel gedoe om die allemaal uit te pluizen en te identificeren. Valt niet mee. En vooral die Amerikaanse lancering, dat is echt een ramp. Niet alleen omdat er zoveel satellieten zijn, maar ook omdat ze maar niet uit elkaar willen driften. Er zijn er nog steeds een heleboel waarbij de onderlinge afstand niet groter is dan 1 à 2 seconden. Ja, dan kun je weinig. Dan is niet te bepalen welke satelliet dan welk object is. En dat geldt toevallig net ook voor Oscar 95. Voorheen dus Fox en Cliff. En voor Oscar 97. Dat was dus JI1-SAT. En verder ook voor PWSAT-2 en voor MENIX-S2. Dus 4 satellieten die zijn gewoon domweg niet te identificeren omdat ze te dicht bij andere objecten zitten. Dat gaat niet lukken. Intussen beginnen wel andere satellieten, niet amateur satellieten, geïdentificeerd te worden door hun respectievelijke eigenaars.
Dat helpt alweer een beetje. Dan hou je wat minder dingen over die je nog uit moet zoeken. Maar ja, het blijft toch even behelpen. Vooral ook omdat er dus een paar satellieten bij zitten. Drie stuks die helemaal onbekend zijn. Waarvan we niet weten welke dat nou moeten zijn. Daar beginnen wel vermoedens te komen, maar is nog niks zeker. Het zou kunnen dat een van die onbekende satellieten AIS TechSat 2 is uit Spanje. Zou kunnen. Moeten we nog even verder uitpluizen. Ja, van een eerdere lancering dus uit India hadden we onder andere daar de Finse satelliet Hello World zitten. Reactor heet die club, Reactor Hello World. En die was nog niet geïdentificeerd omdat die ook nog een tijdje te dicht bij een andere zat. Maar dat is intussen wel gelukt. Komen we dadelijk nog op. Ja, en verder dus van die Amerikaanse lancering een heleboel satellieten ook niet te identificeren omdat ze domweg geen signalen meer uitzenden. Er zijn er een paar bij die helemaal nog nooit gezonden hebben. En er zijn er bij die wel in het begin heel even iets deden, maar sindsdien verdwenen zijn. Zoals de Thaise Knaksat en verder K2-sat uit Korea. En dan zitten er ook de twee Range-satellieten, Range A en B. Ja, die heb ik allebei nog niet gehoord, hoewel ze inmiddels officieel wel geïdentificeerd zijn. Maar ik weet niet hoe ze dat hebben moeten doen dan. En er blijkt bij de frequentie van Range A dus een signaal verschenen te zijn bij de lancering. Op 437.146, 147 zo'n beetje. En toen dachten we allemaal, dat zal er wel Range A zijn, want die zit op 437.150. Maar dat was hem dus niet. Dan blijkt een andere satelliet te zijn, dus weer een onbekende. Nou, en zo blijven we maar puzzelen. En een aantal satellieten, die hebben we gewoon nog niet te pakken. Vision Cube, CME, Irvin 02, ja, moeten we nog allemaal uitpluizen welke dat nou zijn. Exceedsat, oftewel Oscar 96, die doet ook niks meer. Die was heel zwak even te horen in het begin, maar is nu verdwenen. Nou, zo blijven we zoeken. En inmiddels beginnen er dus alweer nieuwe lanceringen te komen. Dat moeten we even afwachten. Van die latere lancering vanuit Nieuw-Zeeland had ik al vrij snel eentje weten te identificeren. Chomp TT, dat is object 43855. Maar de rest is nog even afwachten. Er zitten nog wel vermoedens voor enkele andere satellieten, maar die moeten we nog bevestigen. Eentje zou SHFT1 zijn. En de andere CP11 ISX. Maar ja, het is een hoop detectorwerk om uit te pluizen welke satellieten nou gelanceerd zijn op elke raket. En dan op welke frequenties ze zitten. Er blijken dus bij elke lancering ook steeds satellieten te verschijnen die helemaal niet verwacht werden op amateurfrequenties, maar daar toch blijken te zenden. Dus dan blijf je leuk aan het puzzelen op die manier. Maar goed. Nou, deze week bijzondere situatie, want er is geen nieuwe lancering geweest van CubeSat. Dat is lang geleden. Maar volgende week gaat het natuurlijk weer wel gebeuren. Dan komt er weer een lancering vanuit Rusland. Vanaf Vostochny lanceerbasis, helemaal in het oosten van Siberië. Met een Soyuz-raket gaan er dan weer een stel CubeSats en andere satellieten de ruimte in. En daarbij zal onder andere zitten UWE-4 van de Universiteit van Würzburg in Duitsland. Opvolger van de vorige UWE's. Hè. En dit is weer een 1-unit CubeSat.
En die moet dus dan samen met die andere gelanceerd worden op 27 december om 3:07 morgens. Dus zeg maar in de nacht van tweede op derde kerstdag. En UWE-4 die moet dan ook een amateur digipeter aan boord hebben, die nog niet meteen ingeschakeld wordt. Komt pas later, maar zijn downlink op 437-385, 9600 baud FSK, baken, dat zou wel moeten lukken. Elke 60 seconden een uitzending. Nou, later nog meer van dit soort informatie. In het Space Station zit het ARES-station met Packet natuurlijk. Het Packet-systeem is de afgelopen week uitgeschakeld geweest vanwege het vertrek van een Soyuz met een deel van de bemanning die geland is. Maar sindsdien is hij uitgebleven. Het kan gewoon zijn omdat ze er vergeten zijn weer in te schakelen. Of omdat ze bezig zijn met het vervangen van de apparatuur. Dat is namelijk ook net rond deze tijd gepland. Er was een probleem met het APRS-systeem een tijdje. Toen hebben ze heel snel een nieuw pakket gemaakt. Eigenlijk het backup-systeem van het spul wat in het Space Station zit. En dat hebben ze gauw zover geüpgrade dat hij meteen gelanceerd kon worden. En dat is dus een tijdje geleden gebeurd. Hij heeft het al een tijdje in het ISS gehangen. En nu hebben ze het punt bereikt dat ze dat willen gaan installeren. Inmiddels is het APRS-systeem dus wel teruggekomen. Het werkte alweer een aantal weken. Maar toch vertrouwen ze het niet. Ze willen het toch vervangen door dat nieuwe systeem. En ja, nu zijn ze zover. Zodra er een astronaut even tijd heeft, dan kan hij die nieuwe module installeren en de oude weggooien. Maar wanneer dat precies gaat gebeuren is niet duidelijk, omdat dat afhankelijk is van allerlei andere planningen van de astronauten. Maar het zou dus rond deze tijd kunnen zijn. En dat kan dus verklaren waarom APRS momenteel uit de lucht is. Maar dan moeten we dus even afwachten voordat we dat bevestigd krijgen. En dan komt het signaal dus weer terug op 145.825. Ja, even kijken wat daar gaat gebeuren. Nou, we naderen weer 1 januari. En zoals gebruikelijk de traditie, elk jaar organiseert AMSAT NA dan de CW-activiteitendag. Vroeger was dat de Straight Key Night, toen moest dus iedereen CW-verbindingen maken met de handsleutel, was het idee. Maar daar zijn ze vanaf gestapt, ze zeggen nee, het maakt niet uit hoe je die CW maakt. Met de handsleutel of met een keyer of met een computer of nou ja, zie maar, als het maar CW is. Nou, verder zijn er geen regels. Het loopt van 0 uur tot 24 uur UTC op 1 januari. En iedereen kan er aan meedoen. Het gaat niet om het winnen, het gaat niet om punten scoren. Het gaat alleen maar om actief te zijn met CW via de amateursatellieten. Iedereen kan meedoen en verder geen beperkingen. Goed. Ja, dan even kijken. Ja, die komen we later op. Nodige activiteiten vanuit verschillende hoeken van de VS, vooral op amateursatellieten, hebben wij minder aan. ARES-verbindingen, die zijn er dit jaar niet meer. Ze komen weer in januari, waarschijnlijk de week van 14 januari, dat er weer de eerste verbindingen gepland gaan worden. En verder. Ja, AMSAT fase 4A wordt inmiddels getest. En er is een documentaire gemaakt in Qatar voor de televisie daar over SUHL 2, oftewel fase 4A. En die is inmiddels ook op internet te vinden. Uiteraard helemaal in het Arabisch, dus
misschien versta je het niet helemaal, maar de plaatjes die zijn wel aardig. Daar laten ze dus alles zien over SOHL SAT, het bedrijf wat dus de eigenaar is van die satelliet. En de satellieten zelf ook, en de lanceringen en het hele verhaal eromheen. Allemaal te zien in een documentaire die op internet te vinden is. Ja, dan is er een... even kijken. Nou, daar komen we dadelijk op. Ja, KNAKSAT in Thailand dus. Een van de CubeSats die onlangs gelanceerd is. Die doet het weliswaar niet, maar toch is het in Thailand groot nieuws. Want ja, zoveel satellieten hebben ze nou ook weer niet. En ze zijn daar heel trots op. Ze hebben ook op de Thaise televisie daar aandacht aan besteed. En ook in de pers en zo. De Bangkok Post. Een heel verhaal. Nou, heel trots. Ook al doet hij het niet. Toch een satelliet die interessant is, vinden ze. Oscar 2, nee, Oscar 95. Ja, er zijn dus ook problemen mee, hè. Dat hebben we eerder al uitgebreid over gehad. De ontvanger doet het niet. En ze weten nog steeds niet waar het aan ligt. Er zijn allerlei mogelijkheden aan het bekijken. Misschien dat er ook iets beschadigd is. Misschien is er een antenne niet goed of wat dan ook. En dat kan ook vooral zo zijn omdat die satelliet tegelijk gelanceerd is met een andere CubeSat vanuit dezelfde doos. En die andere satelliet, Oscar 96, die doet het ook niet. Dus misschien is er een verband. Maar dat weten ze niet zeker. Dus moet allemaal nog uitgezocht worden. Kijk, Hello World, ja. Geïdentificeerd. Dat is object 43743. En Chomp TT is dus object 43855, voor wie het nog niet wist. Oscar 73, die is dus weer in permanente relais-mode, zeg maar. Die is dus volop te gebruiken in de hele kerstvakantie. En ja, hij is weer flink aan het veranderen wat betreft zijn rotatiesnelheid om de z-as. En ook wobbelt hij nogal, nutatie-effecten. En ze zijn nog allemaal aan het uitpluizen waar die veranderingen nou precies door veroorzaakt worden. Dat is best een apart verhaal eigenlijk. Goed, ja. Hier nog andere dingen. Het data warehouse van Amsterdam-UK, daar wordt nog aan gewerkt. Er zijn twee versies voor verschillende satellieten te gebruiken, maar dat wordt later allemaal gecombineerd. Ook het data warehouse van de Foxen heeft tijdelijk problemen. Maar daar zijn ze ook mee aan het sleutelen op dit moment. Ja, dan bij de komende lancering dus in Rusland op de 27e, daar gaan er wat meerdere leuke satellieten mee. Onder andere zit daar dus bij ZA Cube 2 en de eerder vermelde UWE 4 en ook D-Star 1. Die dus eerder alles gelanceerd is geweest, maar die versies die gingen steeds kapot. Twee keer al en nu komt er de herkansing. Nou zou het toch echt goed moeten gaan. Ze noemen hem dan ook Phoenix, hè? Die Star 1. Nou, dat wordt een echte amateur satelliet alleen maar die Star. ZA Cube 2, dat is... ja, dat is een uitgebreide satelliet intussen met heel veel dingen erin. Onder andere ook SDR-platform en zo. En hij zal ook op S-band actief zijn en noem maar op. Dat wordt een best ingewikkeld ding. Er zijn de nodige publicaties over. Maar goed, die komt dus ook op 70 centimeter te zitten. Op, wat was het, 4,37, 3,40. En
Ja, dat was eerder al beloofd eigenlijk bij de Amerikaanse lancering dat hij daarbij zou zitten, maar dat bleek dus niet te kloppen. Hij komt nou op die Russische lancering pas. Nou, hij gaat ook standregeling doen, drieassig en zo, en een heleboel andere experimenten. Zullen we nog meer van horen? Dan even tussendoor. In België dreigt een probleem te ontstaan voor amateurs. Er zijn nieuwe regels bedacht door zeg maar de Belgische tegenhanger van ons agentschap Telecom. Heet daar de BIPT. En die hebben wat nieuwe afspraken op papier staan, maar het is nog niet definitief ingevoerd. Voor amateurs, dat betekent dat de meeste amateurs erop vooruit gaan. Ze kunnen grotere vermogens gebruiken op zo'n beetje alle banden. Behalve de 23 centimeter band. Daar gaat het helemaal fout. Daar mogen amateurs nog maar maximaal 20 watt gaan gebruiken. Tussen 1260 en 1300 megahertz. En dat komt vanwege Galileo navigatiesatellieten. Want een van de kanalen van Galileo zit in dat bereik. In de 23 centimeter band. En dan zijn ze bang als amateurs daar met groot vermogen gaan zenden. Dat het dan helemaal fout gaat. Dus willen ze dat bewust gaan beperken. Nou, dat verhaal hebben ze de wereld ingestuurd en ze verwachten nu reacties en commentaren. Nou, die gaan er natuurlijk komen vanuit de amateurwereld, want dit is toch wel een probleem. Goed, dan terug even naar Amstrad fase 4a. Die wordt vandaag volop getest. Het amateurrelé, de grote satelliet, het commerciële deel is al een paar weken in test, maar nu ook het amateurrelé. Eigenlijk veel vroeger dan verwacht. Het idee was dat dat pas ergens in de loop van januari zou gebeuren, maar ze zijn er al volop mee bezig. Zowel het smalbanddeel als het breedbanddeel zijn ze helemaal door aan het sluiten. Aan het sweepen en verschillende vermogens aan het uitproberen in verschillende delen van de doorlaatband enzovoort. En allerlei amateurs zitten dat nu te volgen. Die zitten de downlink signalen te bekijken. Bij 10.496 in de 10 gigahertz band. En ja, die signalen zijn opvallend sterk. Ja, elke keer gaat het spul weer aan en dan weer uit en dan sweepen ze weer eens wat en zo. Die zijn echt van alles aan het uitproberen. Het lijkt erop dat het allemaal heel goed werkt en behoorlijk gevoelig is. En ja, als je een beetje redelijke apparatuur hebt, krijg je dus echt hele stevige downlink signalen, lijkt het nu. Dus misschien kun je nog meekijken. Op dit moment is alles weer uitgeschakeld, maar dat, goed, dat kan elk moment weer opnieuw starten, al die testen. De komende dagen ook weer. Ja, en alle amateurs zijn dus bezig met apparatuur. Voor de ontvangst kun je natuurlijk een omgebouwde televisiesat set gebruiken. Een schotelantennetje en dat converterblok daarbij met de preamp. Nou, en die dan een beetje verstemmen naar de goede frequentie bij 10 gigahertz en je bent klaar, in principe. Nou, en dan een SDR erachter of zo en je kunt in ieder geval al ontvangen. Dat is al heel wat. Goed, Amstrad UK heeft het nieuwe Oscar-nieuws van de winternummer, zeg maar, uitgebracht. Met weer een hele serie artikelen. En verder, de amateursatellieten, die doen allemaal wat ze moeten doen. Eigenlijk zijn ze allemaal actief zoals gebruikelijk. Oscar 7 eigenlijk steeds mode B, dus die zit kennelijk permanent in de zon. Oscar 92 heeft weer mode LV gehad vandaag, zoals gebruikelijk. De andere satellieten allemaal in bedrijf. Oscar 21, de Chinese satellieten allemaal. Oscar 50, 73 dus, continu aan.
Ja, Oscar 85 dus voorlopig even uit. Oscar 88 te gebruiken, Oscar 91 ook. En Oscar 84 het PSK gebeuren. Nou, en ISS is dus even afwachten wat ze daar nou doen. Of ze vergeten zijn hem in te schakelen of misschien nieuwe apparatuur aan het installeren. Wie zal het zeggen? Goed, verder in het Space Station is de overgebleven bemanning volop aan het werk. De andere drie zijn dus eergisteren geland. Met onder andere Alexander Gerst. En die zijn dus na 197 dagen weer geland in Kazachstan. In de sneeuw, in de mist, bij min 16 graden. Maar toch, dat kan allemaal zonder problemen. Verdere lanceringen. Ja, er zijn natuurlijk afgelopen weken heel veel lanceringen geweest. We zitten al dik over de 100 met de aantallen. En het is nog niet klaar. Er gaan er nog meer komen. Vandaag is nog een GPS-satelliet gelanceerd met een Falcon 9. En dat is de allereerste GPS 3. Een nieuwe familie, hè? Een nieuwe categorie. En dit is de eerste GPS 3 en die biedt meer mogelijkheden en is een stuk nauwkeuriger dan de vorige. Nou, en dan krijgen we dus direct na Kerstmis nog een lancering. Dan moeten er nog een paar lanceringen vanuit China komen. Misschien nog wel drie. En ja, die grote Amerikaanse spionagesatelliet en de NROL 71 lancering, die is steeds weer uitgesteld door allerlei problemen, maar die gaat nu, staat nu op het programma voor 30 december. Nou, we zullen zien. En verder gaat het in januari dan weer los met een heleboel andere lanceringen. Waaronder ook de eerste testlancering van de Crew Dragon van SpaceX. Weliswaar onbemand, maar die staat nog steeds op het programma van 17 januari. Dus dat gaan we even afwachten. Ja, en dan was eergisteren ook een historisch moment. Dan was het precies 50 jaar geleden dat Apollo 8 gelanceerd is. Met Borman, Lovell en Anders, die dan voor het eerst eens een keer de ruimte ingingen buiten een lage baan om de aarde. En dus helemaal naar de maan en daar een stuk of 10 omlopen en weer terug. De kerstvlucht van Apollo 8. Dat was historisch. Nou, dat is ook volop gevierd natuurlijk bij NASA. En intussen gaan de bemande vluchten in het Space Station volop verder. En binnenkort krijgen we dus ook commerciële bemande lanceringen naar het ISS. Dus dat gaat de wereld weer flink veranderen. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.